Bij Easy Toys staan deze maand masturbatie en het orgasme centraal. Klaarkomen door middel van masturbatie en penetratie is voor de meeste mannen een fluitje van een cent. Maar vrouwen, die komen minder makkelijk klaar. Er is helaas nog altijd sprake van een orgasmekloof. 95% van de mannen krijgt altijd een orgasme tijdens partnerseks, tegenover 65% van de vrouwen. Van penetratie alleen komt ongeveer 30% van de vrouwen klaar. En die getallen die zijn de afgelopen decennia nauwelijks veranderd. De hoogste tijd om hierin verandering te brengen. Dit is Marit legt uit. Je zou denken dat we de vagina in de 21ste eeuw van binnen en buiten kennen. Jammer genoeg is niks minder waar. 50 jaar na de seksuele revolutie weten wij, mannen en vrouwen, nog altijd bar weinig over de werking van de clitoris. De hoogste tijd om misverstanden de wereld uit te helpen. De vagina, G-spot en clitoris, hoe zit het nou echt? Natuurlijk, hij bestaat. De rasegoïst die enkel aan zijn eigen plezier denkt in bed. Toch geloof ik dat het merendeel van de mannen zijn geliefde, one night stand of scharrel best wil laten klaarkomen. Maar veel mannen denken veel te makkelijk. Seks is lekker voor mij, dus ook vast voor haar. Veel te kort door de bocht. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat de vrouw in 2019 vaker aan haar trekken komt. Om dat te bereiken moeten we enkele misverstanden de wereld uit helpen. Er wordt vaak gedaan alsof de seksualiteit van mannen en vrouwen enorm van elkaar verschilt. Het mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus verhaal. Maar als het seks betreft komen we gewoon van dezelfde planeet. Uit onderzoek blijkt dat we helemaal niet zoveel van elkaar verschillen. Het is een fabel dat vrouwen, van nature, minder zin hebben dan mannen. Ja, uit cijfers blijkt dat vrouwen minder plezier ervaren tijdens het vrijen. Maar ze hebben niet minder zin van huis uit. Als je zelden klaarkomt, is het logisch dat je niet staat te springen om opnieuw van beeld te gaan. Wie geniet en geregeld een orgasme krijgt tijdens de seks, leert het brein, seks, dat is fijn. Nog iets dat maar weinig mensen weten. Mannen en vrouwen worden op dezelfde manier opgewonden. Door bloedstuwing krijgt de man een gezwollen penis en de vrouw een gezwollen clitoris. De clitoris wordt dus stijf. Ja, echt. Direct overgaan tot penetratieseks zonder stijve klit, wat veel hetero's doen, werkt niet in het voordeel van de vrouw. De clitoris moet namelijk van binnen goed gezwollen zijn. Pas dan voelt penetratie lekker. Veel mensen denken dat de clitoris enkel het krentje bovenop de vulva is. Maar de clitoris is een veel groter orgaan met zwellichamen die inwendig om de vaginaopening heen liggen. Als vrouwen geil worden, vullen deze lichamen zich met bloed, waardoor ze werken als stootkussens. Het is dus heel belangrijk dat de kussens gevuld zijn voordat er over wordt gegaan op penetratie. Maar dan nog is een orgasme geen gegeven. Bij veruit de meeste dames moet het krentje gestimuleerd worden om een orgasme te bereiken. Dit kan je als vrouw natuurlijk ook zelf doen. Masturberen tijdens de seks is een aanrader. Bestaat een vaginaal orgasme? Ik hoef mijn best niet te doen, want ik neuk als een koning en vrouwen komen bij mij altijd klaar van penetratie. Tja, zo nu en dan kom ik een man tegen die hiervan overtuigd is. Hen druk ik op het hart dat het helaas wat gecompliceerder ligt voor de meeste vrouwen. Psychiater Sigmund Freud stelde in de 20ste eeuw dat vrouwen die niet klaarkomen tijdens het neuken psychisch onvolwassen waren. Hij vond het de hoogste tijd dat zij eens een psychiater opzochten. Pas in 1953 ontkrachtte Alfred Kinsey zijn theorie. Hij concludeerde dat veel vrouwen vaginaal helemaal niet tot een orgasme konden komen. Daarin had hij natuurlijk groot gelijk. Mensen spreken vaak van het clitoraal en het vaginaal orgasme. Maar alle orgasmes zijn clitoraal. Vaginale orgasmes bestaan niet. Maar klaarkomen van penetratieseks, dat kan natuurlijk wel. Aangezien de clitoris groot is, is het mogelijk dat die bij gemeenschap gestimuleerd wordt en dat een vrouw dus zo klaarkomt. Al geldt dat wel voor een minderheid van de vrouwen. Maar dit is dus nog steeds een clitoraal orgasme. Het G-spot mysterie. Bestaat die nou? Ja, de G-spot bestaat zeker. Maar dit is geen apart orgaan, zoals veel mensen denken. Maar het zwelweefsel van de urinebuis dat tussen de vagina voorwand en de achterkant van de clitoris zit ingeklemd. Als je het bobbeltje zwelweefsel stimuleert met vingers, dildo of penis, kan dat tot een orgasme leiden. Helaas lukt dat niet bij iedere vrouw.
Maar niet geschoten is altijd mis. De G-spot stimuleer je het allerbest met de trekkende kom-eens-hier-beweging. Dus vingeren maar! Hoe kunnen we die kloof dichten? Nou, het is belangrijk dat we zelf verantwoordelijkheid nemen. Vrouwen en mannen. Wij vrouwen moeten de regie nemen over ons eigen seksleven. Als vrouwen meer opkomen voor hun eigen plezier in bed en mannen in hun oren knopen dat klaarkomen voor de vrouw erg belangrijk is en dat neuken alleen zelden voor een orgasme zorgt, daar is een hand, een tong of een speeltje voor nodig, dan dichten we die vervelende orgasmekloof uiteindelijk. Meer weten over seks? Bekijk dan de volgende aflevering van Marit legt uit. Doeg! Easy toys, better toys, greater joys. Psst, hey. Meer weten over liefde, seks en relaties? Abonneer je dan nu op ons kanaal, Easy Toys TV. Als abonnee maak je elke maand kans op mooie prijzen.